Theo Franke. Ja, Theo Franke, de ruwe bolster met de blanke pit. Die is altijd hard. Ik denk dat we die nooit soft gaan zien. Ik denk dat wel. Nee, die zegt niet. Goedemorgen, liefje. Nee, nee, nee. Goedemorgen! Opstaan! Nee! Zou het misschien die politiek even niet te veel moeten over hebben? Want het ligt misschien toch allemaal een beetje gevoelig. Don't mention Vivaldi, hè? Ik denk dat we dat heel zachtjes moeten aanbrengen en eens voelen van... Hoe pakt hem het op? Lek dat wij zijn. Subtiel. Het zal wel meevallen, zeker. Het zijn twee Charles, dus we zullen zien. Hij is een naam mee. Het is een Franken, hè? Op die Twitter. Twitter. Oef, Twitter. Ik denk dat we af en toe zijn tweets anders moeten interpreteren. Voilà, hij zal het hashtag opkuisen. Als hij zo graag opkuist, mag hij beginnen. Voilà. Goedemorgen, meneer Franke. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Moeten we Franke zeggen of mogen we Theo zeggen? Mocht Theo zeggen, ja. Voilà, dan is het Gert en meneer Koek. We hebben ervoor gezorgd dat je onmiddellijk thuis voelt. Voilà. Want het schijnt dat jij zo graag opkuist. Dus bij deze... Zeg Theo, maar jij bent wel heel sportief, hè? Ja, ik probeer dat toch wat te zijn, ja. Jij bent waarschijnlijk een beer, hè? Wow. Moesten ze u in het groen verven, zouden ze kunnen missen. Ze denken, oh, dat is de Hulk. Om even heel de politieke shit te vergeten, hè, hebben we gezorgd voor een streepje muziek, Theo. Ah, geweldig. Voilà. Ja, voilà. Zet maar op, mannen. Prachtig. Kom je niet helemaal tot rust nu? Zo met Vivaldi? Het is wel een harde, hè, op Twitterland. Had het al gehad dat dacht shit en dat te laat was? Ja, afgelopen jaren. Ja. Dat heb je wel al gelezen, zeker. Ja. Spreuken bons zonder naam. Als je dat leest, dat is hartverwarmend. Als je zoiets de wereld kunt insturen, man. We zoeken een goeie voor u. U wordt mooier als u glimlacht. Goeiedag begint met een goede dag. Noten mag je kraken, mensen nooit. Mooi. Dat is een schone, dat is een schone. Moet ik die tweeten? Oh my god. Dat is mooi, hoor. 120.000 man. Allee, dat wordt lachen. 9 op de 10 foto's die bij mijn stukken waren over wat ik zeg, over eender wat, dat zijn foto's waarbij ik heel kwaad kijk. Dus dat is een stuk framing. Dat heb je niet in de hand. Bij Gert-Piet Nijs zouden we dat nooit doen. Nooit. Hier doen we niet aan framing. Maar stel dat ik een partij zou hebben, hoe zou ik het dan moeten noemen? Het kleur, daar zijn we over uit. Roze. Is dat juist dat ik vroeger veel haar had? Was het zo een beetje? Zo? Zo waar ik was nu. Dat zo? Je ziet bij u dat er een kraak is. Ja, ja, bij u niet. Heb je dat nog nooit gedaan, zo, in het zat geven? Jawel. Oh. Dat je dat vraagt, Theo. Ja, ik ken daar allemaal niks van. Als ik dat wij vragen, zit jij ooit al eens op een lijst gestaan? Ja, dat is juist dat. Had al een keer gehoord, dat kan niet anders. Ik loop bij jou de deur niet plat. Het is jouw verjaardag die ik vergeet. En nooit gehoord? Ah, nee? Altijd gaat het hart van Theo Franke weer al open. Altijd, altijd. Ook al hebben jullie allemaal te veel gezongen. Hou het maar iets af. Eigenlijk moet jij... We zulke muziek laten spelen als je verkozen wordt. Ja, dat gaat waarschijnlijk nog wel een paar verkiezingen duren. Dan. Kom aan, mannen. Kom maar hem kapot. Goed, Gert. Heb je al een punt of wat? Ja, dat is een plaatsingbalkje. 0-15. Gertje. Verroost. Iets is, Franke. Kom aan, Gert. We maken hem kapot. Kom aan. Oh, dat is jammer. Ja, doe nu niet alsof dat voor mij was, hè. Oh, sorry. Oh. Oei. Oh. 0-30. Wat een sukkel, zijn we. Oud. Au. Wat verdomme. Nee. Oh, maar nee. Wat verdomme. Wat verdomme. Ja, we hebben een ding, we hebben een punt. Ja, we hebben een punt. Nee. Dus voordeel voor jullie. Oké. Matchbal. Tweede opslag. Hoe? Allee, dat kan toch niet? Dat het zo moet eindigen, hoe triest het is, zeg. Kutspel. Kom, nog eens. Allee, opnieuw, kom, jongen. Dat kan toch zo niet eindigen. Toch een setbal ja, we moeten toch een echte bal spelen. Oh, ja. Kom maar, Gertje, kom maar.
Go get je. Go get je. Oh, allee. Oh, dat is jammer. En de winnaar is... Theo Franke. Parase. Je ging in 2-3 liggen. Ah ja. En de winnaar is... Theo Franke. 1, 2, 3. Kijk, hoe gelukkig. Zal ik je dan een keer zien wat dat met de verkiezingen ook zo gaat zijn? Ja. We zijn terug, Gertje. In Antwerpen! De winning hands. De winning hands. De carré van de azen. Meen je dat nu? Ja. Ah, wat een koning dan ook. Oh my god. Oké. Okay. Het is wat anders dan een regering vormen. Ja. Er zitten niet zoveel aten in dat spel. Meer jokers. Meer boeren. Zeg, er liggen allemaal bloot vliegers daar, hè, manneke. Waar? Ah, daar. Waar? Daar. Waar? Ah, en het is van het mannelijke genre. Ja. Ik ga even een keer iets gaan halen. Wat? Maar hebben we dat niet, hè? Hebben we dat niet? Tuurlijk. Ja, nee. Wat? Die ziet dat. Die kijk los in mijn lens. Je ziet dat niet. Die kijk los in de lens. Een zonnebril op. Dat kan niet bedankt. Nee, hè? Nee, dat is toch van weg, man. Ik denk dat toch opvallend is. Champagne aan het drinken. En een crème aan het eten. Ja, dat is het goede leven, hè. We verwachten een superbelangrijke gast. Bart de Wever komt een lint doorknippen. De burgemeester heet ons welkom officieel in Antwerpen. Want we zijn terug in Antwerpen. Voilà. Oké, jij ging dat regelen. Heb jij een lint? Ah, nee, joh. Hebben ze dat niet, hè? Ze bestaat hier en we niks voor te knippen. Ja, wacht dan even, hè. Ja, oh. Jalap is daar al. Bart is er, mannen. Bart is er, anti-lint. Ja, oké. Okay. Goed. Voilà. Oké, okay, ja. Wacht, ja. Jij stelde dus... hier zo. Ja. Theo daar. Ja. Voilà. Ja, voor zijn jullie zenuwachtig? Zeg, je maakt mij zenuwachtig doordat hij zenuwachtig is. Is dat een goede schaar? Nee. Ik wist het, hè. Ze knipt niet. Nee, ze knipt niet. Als burgemeester van de Koekenstad zijn wij natuurlijk ongelooflijk blij dat dit schip naar Blankenbergen vertrokken was. Maar uiteindelijk ook gelukkig dat het is teruggekomen. De Evana is officieel geopend. Yeah. Bravo. Hey. Bravo. Oh, ja, dat kwam inkaderen. Hè. Dat is prachtig. Hè. Voilà. Altijd goed je gezicht beschermen. Ja. En je slaagt gewoon met je duimen omhoog. En geslaagd. En je zet dus deze vuist blijft op je dekking. Dat is eigenlijk je dekking. En je schouderspier is eigenlijk de dekking op de arm die je uitstrekt. Nee. Je moet je duim omhoog houden. Zo, ja. Goed zo, Gert. Ja. Goed. Ja, dat is goed. Ik krijg het, hè. Ik zit hier niet goed, hè. Wacht. Ja, want van mij moet je opletten, hè.